Hoi allemaal, het is alweer tijd voor een opgemaakt video. Het is alweer een hele berg. Ik film dit vlak voordat ik op windsport ga. Ik ga vanmiddag op windsport, dus jullie zien het pas als ik terug ben. Dus de windsportdingen zitten er nog niet bij. Ik weet ook niet helemaal of ik helemaal mijn kleine verpakkingen mee, of ik die allemaal mee terug ga nemen of niet. Hangt een beetje van het gewicht van mijn koffer af, maar goed, ik ga er verder niet shoppen of zo. Dus het zou zomaar kunnen dat het gewoon prima past. Ik film weer op mijn slaapkamer. Ik ga dit vaker proberen te doen, want ik hoorde al van een aantal mensen dat jullie het wel een prettige plek vonden. Dat jullie me hier beter kunnen zien. Dus nou ja, dat gaan we dan doen. Dit is ook van de partij. Dus dat wordt weer gezellig. Maar laten we maar snel gaan beginnen. Jullie gaven ook aan dat jullie de mannen wel leuk vinden, maar liever aan het eind of helemaal niet. Maar ik ga ze dan, ik weet niet, volgens mij zit er niet heel veel van zo in, maar die ga ik dan in ieder geval aan het eind doen. En ik hoop dat ik dat ook onthoud voor volgende keren. Als eerste heb ik een Lush bruisbal gebruikt, Dragon's Egg. Ik denk dat hier nogal een review van online komt. Het is, even kijken, een combinatie van jasmijn, grapefruit en citroen. En ja, ik hou van Lush bruisballen. Ik had het nooit zo beseft dat ik dat leuk vond. Maar ik vind het echt heel leuk. En het geeft je badervaring gewoon net iets extra's. Want ja, ik krijg altijd heel snel heel warm in bad. Maar ik vind het wel heel lekker om dan met een masker in bad te gaan liggen. Maar ik ga dan denk ik, oh, warm zo. Ik heb afleiding nodig. En daar is dit ideaal voor. Ik vond deze heel fijn. Persoonlijk hou ik wel van iets zoetere lucht. En niet zo citroenig en zo. Maar Sven die zei, ik zei van ja, ik ga weer naar Lush. Dan zal ik voor bruisballen meenemen. Nou, in ieder geval niet zo kauwgommannen geuren. Dus ik dacht, ik moet een beetje meer mannelijke lucht gaan zoeken. En hij vond deze ook lekker. Twee zakjes wattenschijfjes. Ik gebruik weer veel meer watjes. Want ik reinig mijn ogen nu met een Camille oogreiniger van de Body Shop. Normaal deed ik natuurlijk altijd met die van de Hema, die vettere. Maar goed, omdat ik nu dat probleempje met mijn ogen heb. Oh, ik weet trouwens helemaal niet of ik dat wel ergens heb verteld. Het is in ieder geval, het heet bleparitis of zoiets. Het is in ieder geval gewoon een ontsteking van je ooglid. En dat gaat dus ooit een keer wel over. Waarom ik dan niet begrijp dat het chronisch is. Maar het gaat wel een keer over, maar dat gaat gewoon nog wel even een tijdje duren. Dus ik moet het af en toe wassen met baby shampoo en dat soort dingen. Maar ik kan in ieder geval weer mascara en zo op. Maar dus ik gebruik weer meer removerdoekjes, zo het blijkt. En ik ben nu ook weer aan de tonic begonnen en dat soort dingen. Dus ik gebruik gewoon weer meer badjes. Dan, ja, deze is een beetje ranzig. Die stond al een tijdje in de douche. Dit is de Rock Soft Smoothing Scrub. En deze heeft micro beads. Ik weet het niet. Maar ik vond deze wel prettig. Deze is voor alle huidtypen, ook de gevoelige huid. En ja, ik reageerde verder prima op, maar het is niet dat ik nou denk, ik ga hem opnieuw kopen. Oh, dat had jullie ook gevraagd dat ik dat erbij wilde zeggen. Soms doe ik dat en soms niet. Ja, soms vergeet ik dat. Of soms dan hoor je al dat ik misschien heel enthousiast ben of juist helemaal niet. Dan kan je het mij ook misschien een beetje raden. Maar deze zal ik niet opnieuw kopen. Ik vond hem prima, maar ja, ik zal hem niet direct weer voor naar de winkel rennen. Dan, de Purity Made Simple is op. Heel jammer. Dit gebruik ik in combinatie met mijn Clarisonic. Ik heb hier best wel een tijdje mee gedaan. Want ik heb de Clarisonic ben ik gaan gebruiken. Ik heb er denk ik een maand of 4 of zoiets mee gedaan. En dan deed ik een klein drupje op mijn Clarisonic 's ochtends en 's avonds. En ja, ik vind het echt een hele fijne reiniger. Ik denk ook wel dat ik hem wel een keer opnieuw ga kopen. Ik heb nu een andere. Ik heb nu eentje van Estée Lauder die ik heel erg fijn vind. Waar ik ook nog wel een review op ga schrijven, denk ik, maar dat wil ik hem iets langer gebruiken. Maar deze maakte mijn gezicht goed schoon, was simpel in gebruik, rook gewoon neutraal. En ja, prima. Ik denk als wij, waarschijnlijk gaan we in de zomer naar Amerika en dan vrees ik dat ik hem wel weer opnieuw ga kopen. Dus een prima reiniger. Dan de Dove Crème Mousse. En ja, dit is prima. Ik vind het alleen deze verpakking, ik heb het gevoel dat er nog wat in zit, maar ja, hij staat dus op, sowieso op zijn kop, zeg maar er komt niks meer uit. Het is een wat dikkere substantie. Het is inderdaad echt een soort crème mousse, zoals de naam al doet vermoeden. Het is gewoon een net een wat dikkere douche. Ik vind hem heel fijn. Ik heb een droge huid. En ja, het beweert dat je in 7 dagen een... Mensen wil de kamer verlaten. Dat je in 7 dagen een mooiere huid krijgt. Nou ja, dat valt wel mee. Maar het is gewoon een prima douche. En ik vind hem gewoon lekker ruiken. Dan
De HEMA Dip & Clean Nail Polish Remover. Er zit nog wel wat in, maar om een van de redenen, je ziet hier ook een beetje zwarte vlekken en zo op de verpakking. En ja, er komt nu een soort zwart van af. Dus ik weet niet precies wat het is, maar op een gegeven moment, en dat het sponsje wat erin zat, er liet ook een soort van sponsstukjes achter. Toen dacht ik, nou, het is tijd om hem weg te gooien. En ik was hier heel enthousiast over, maar nu, ik heb met mijn verjaardag, dus ik gebruik hem echt al heel lang, want deze heb ik dus zeker een half jaar als het niet langer is. Maar ik heb met mijn verjaardag, toen had ik aan iedereen gevraagd favoriete beautyproducten en van een van mijn vriendinnetjes kreeg de Kiko nagellak remover, ook zo'n potje. En die heb ik nu één keer gebruikt en dat is wel even een verschil. Man, die is echt heel veel beter dan deze. Dit was mijn eerste ervaring en ik was al heel enthousiast. Maar in vergelijking met die van Kiko. Ik stop mijn vinger in en ga hem eruit. Nou, is gewoon, hier moet je wel een paar keer soppen, zeg maar. Nou, fantastisch. Deze ga ik niet opnieuw kopen. Want ik vind die van Kiko beter. Dit is een product wat ik een beetje samen met Sven heb gebruikt. Dit is de Nivea Q10 nachtcreme. En we zijn nu de Puur en Eerlijk nachtcreme aan het gebruiken. Ik weet niet waarom we ze delen. We hadden wat potjes staan, dus prima. Ja, fijn nachtcreme. Ik denk wel dat ik die van Pure Natural Line zeg maar wel prettig vind. Puur en Eerlijk is natuurlijk van de Albert Heijn. Dus, en die heb ik trouwens al een keer opnieuw gekocht. Maar deze niet. Even kijken. Het Lancôme Advanced Genevieve Youth Activating Concentrate. En dit is een luxe tester die ik een keer heb gekregen. Ja, ik vind het wel heel fijn spul. Maar volgens mij is het heel erg duur. En om wel te zeggen, wauw, mijn huid ging er enorm iets anders van doen. Nee. Dus ik zal hem niet opnieuw kopen. Ik vond het wel heel fijn spul. Ik vind het wel jammer dat hij op is. Ik gebruikte hem graag. Ik heb nu zo'n olie van vitamine E olie van de Body Shop. Vind ik ook heel fijn. Dus prima. Oh, nog meer. Nou, ik weet niet hoe het met watjes gaat de afgelopen maand. Maar veel dus. Ik zie dat Mittens hier ook aan heeft geknaagd. Even kijken, dit is de Catrice Light Reflecting Under Eye Concealer. Heel fijn, heb ik ook weer opnieuw gekocht. Heb je ook al vaker voorbij zien komen. Mijn favoriet is de gouden verpakking van L'Oreal. Die is niet overal te koop. En tenminste, ja, hij is vaak op of niet in het schap. En deze wel, tenminste bij Kruidvat dan. Dus die vind ik heel fijn. Ik heb de lichtste kleur, 01 Porcelain. Dan... Colgate Max Wide On noem ik het, zo heet hij niet. Hij heet Max Wide One, maar ik heb er ooit een keer in een filmpje een foutje van. Maar deze zat ooit in een glossy box. En die hebben we opgebruikt. Ik moet wel zeggen dat Sven hem meer heeft gebruikt dan ik. Want ik gebruik heel vaak dit gewoon de Sensodyne, omdat ik hele gevoelige tandhalsen heb. Maar hij geeft tanden wel een oké wit effect. Maar ik moet zeggen dat ik nu de Prodent White Now heb. En daar merk je echt een direct effect. Dus ik zal die Colgate niet opnieuw kopen. Maar deze ook nog op. Ik heb hier meerdere proefjes van. En eentje neem ik ook mee op vakantie. Dit is het Estée Lauder Advanced Night Repair Serum. En hier hoor je echt super veel goede verhalen over. Again, heel, heel, heel erg duur. Ik weet niet precies hoe duur. Maar ik ga het er in ieder geval niet aan uitgeven, denk ik. Maar het is wel een heel fijn serum. Dus hij gaat mee op vakantie in een nieuw pakje. Maar deze is op, helaas. Mijn scheermesjes. Een normale en eentje voor de gevoelige delen. Die normale heb ik trouwens altijd de Venus Embrace met 5 mesjes. En die koop ik altijd opnieuw. Net als die HEMA scheermesjes voor de bikinilijn koop ik ook altijd opnieuw. Dan kan ik ook iedereen aanraden die zijn bikinilijn scheert. Dan L'Oreal Elvive Total Repair Instant Miracle Masker. En deze vind ik heel fijn. Deze is met keratine AA en ceramide voor vitaliteit, soepelheid, glans en direct resultaat voor beschadigd haar. En wat je doet is je wast je haar en je doet conditioner en dan doe je dit erin en spoel je direct weer uit. En ik vind hem heel fijn. Hij maakt je haar niet zwaar, maar verbetert het wel. Ik heb nog steeds wat kou van haar. Ik ben nu naar de kapper geweest, dus het ziet er allemaal weer iets beter uit. Maar zou ik zeker opnieuw kopen, heb ik ook al een paar keer opnieuw gekocht. Dan Pure Natural doekjes, die zien jullie ook altijd voorbij komen, dus jij die koopt ook opnieuw. En zo waren maar 2 dingen van Sven, waar ik vorige keer 5 kilo van had, maar zijn mondwater en zijn deo.
Deze kwam trouwens het beste uit de test van de Consumentenbond. Daarom is hij daarvoor gegaan. Maar ik had aan mijn tandarts gevraagd of het nou inderdaad uitmaakt mondwater. Maar hij zei, nee, maakt echt niet uit of je mondwater gebruikt of niet. Dus dan doe ik het lekker niet. Liever luier dan moe. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook al even bezig met mijn gezicht reinigen en dat soort dingen. Dus ja, je moet het jezelf niet moeilijker maken dan het is. Hey, mittens. Dus dit was het. Dit is alles wat ik heb opgemaakt de afgelopen maand. Er zitten wel ook een aantal producten die ik nu in mijn badkamer heb staan. Die een beetje aan de lege kant beginnen te raken. Dus ik denk dat jullie de volgende keer lezen BB creams en zo. Dat die de volgende keer erin zitten. Ja, dit is dus vlak voor mijn vakantie. Ik weet niet hoe mijn vakantie was. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus we zijn nog niet helemaal. Maar nou ja, we gaan dus vanmiddag weg. En dus ja, als ik dus proefje of als ik dus alle kleine verpakkingen zo weer mee terugneem, dan laat ik jullie die zeker zien in de volgende video. Maar voor nu was het ook alweer een mooie stapel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Is gratis. En als je gewoon op mijn hoofdpagina van mijn kanaal bent, dus youtube.com/blondebeautyfashion, dan kun je op de abonneerknop drukken. En nou ja, ik zou het ook heel erg leuk vinden als je video wilt liken. Duimpje omhoog. En nou ja, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!